Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Dit gaat een hele rare week worden. We gaan iets doen wat we met ons als gezin nog nooit hebben gedaan. We gaan op vakantie. En niet zomaar op vakantie, nee. Een vriendin van mij staat op de camping en zij woont dichtbij de camping. En toen zei ze tegen mij, Mandy, weet je wat? Ga in mijn huis zitten. En kom bij mij overdag op de camping. En dat is wat we gaan doen. Omdat het de eerste keer is met Jordi onder andere. Leek dit de beste optie? Zoiets, denk ik. Maar goed, hè. We gaan wel dingetjes uithalen bij haar. Ze kijkt mijn vlog toch niet, dus dat maakt niet uit. We gaan door het hele huis eentjes verstoppen. Ja, dus ja, dat gaan we doen. Van woensdag tot en met zondag weg. Dus ik moet voor die dagen wat meenemen. Dus ja, ik ben goed aan het nadenken wat ik allemaal nodig heb. En ondertussen van alles al klaarzetten, et cetera. Maar we gaan woensdag pas weg. Maar ja, dat betekent wel dat ik aan toch aan sommige dingen moet denken. Zoals de maakbehoor van Jordi, de luiers van Jordi, et cetera, et cetera. Drinkflessen, dat soort dingen allemaal. Dus daar moet ik allemaal aan denken. En ik wil natuurlijk mijn huis netjes hebben als we gaan, zodat we weer in een net huis terugkomen. Dus dat moet ik ook allemaal aan denken. Dus dat. Ja, ik ga jullie zoveel mogelijk proberen mee te nemen, maar de kinderen zijn er ook bij, dus ik kan niet overal uitdenken. Want dit is voor mij best wel dat. Is maar goed. We gaan het doen. Nou, ik heb de kinderen hun netje en een droogje gegeven. Liam, afblijven. En ik heb Liam nu naar buiten gelaten. Hij heeft zowel Sam als Jordi gebeten. Dus zo'n dag. Hij doet maar. Hij kijkt maar wat hij doet. Als hij flikkert, dan flikkert hij. Ik ben er even klaar mee. Ik ben echt even klaar mee. Niels die zei tegen mij van ja, laten we gewoon naar buiten toe. En hij zoekt hem maar even uit. Niels? Ja? Kindje ligt slapen. Al even. We hebben ook heel veel gedaan. Ja. Ik heb even dit nog gedaan. Want er braken er een paar bijna af. Moest even gebeuren. Want we moeten overmorgen op vakantie. En dan moet het wel goed zijn. Dan heeft mama heel veel zin in. Nee, ik ben er niet voor gemaakt. Maar goed. Ik had laatst was ik bij de winkel. En toen had ik iets gezien. En ik dacht, moeten we maar weer eens even proberen. Het is de Croaky Explosions Mac and Cheese. Het zou macaroni moeten zijn, hè? We hebben vandaag macaroni gegeten. Ja. Macaroni met tomatensaus en kaas. En ei en komkommer en augurk. Zal ik hem openmaken? Die helemaal openmaken. Niels houdt van mac and cheese, dus ik had het toch wel eigen. Dat is niet waar. Jij probeer eerst. Wat vind jij ervan? Nou, het eerste smaak, eerste hap. Dan is het echt van die stinkchips. Ja, de eerste hap denk ik. Denk ik zelfs. En ik hou van chipito's en ik hou van hamkaasjes. Dat soort dingen. Maar ik vind dit er niet naar smaken. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat je denkt bij eigen zweetvoet of zo. Ja. Ja. Nee, dat is geen aanrader. Nee. Nee, is niet voor mij. Nee. Dit is een tegenvaller. Ja, dit is
Ja, het is gewoon niet, het is niet dat je het pak van een lekker chippy. Nee. Nee, het is ook niet mijn ding. Ik ben wel van de kaaschips en alles. Mm-hmm. Maar dit, zelfs als ik zeg dat het niet mijn ding is, dan klopt er iets niet. Mm-hmm. Dus, nope. Voor ons niet in ieder geval. Een hele goede morgen. De Bambix benden ze daar. Ik start de ochtend een beetje rustig op om vervolgens straks te knallen en alles klaar te hebben voor morgen. Ja. Ik moet echt nog alles gewoon doen. Alles pakken, et cetera. Maar we hebben ook nog gewoon dingetjes nodig. Dus ik kan ook pas vanavond of morgen dingen inpakken nog. Maar als Niels straks thuis komt, ga ik gauw naar boven, ga ik alles pakken. En als de kinderen naar bed zijn, dan... dan ga ik verder even inpakken, et cetera, et cetera. Dus dat. Maar voor nu, over een 3 kwartier moet ik alweer fruit maken. En even lekker chill, rustig aan. Ik had ergens gelezen dat als een kind met iets de hele dag een dier nadoet, dat dat heel vermoeiend zou zijn voor het kind. Hij doet de hele dag een hond na. Hele dagen. Hij is niet vermoeid te krijgen. Dus, ik weet niet hoor, maar... nee, ik heb al geprobeerd om hem een kat te laten zijn. Maar daarvoor heeft hij dan ook weer niet. En ik ga niet een kat daarvoor nemen. Dadelijk eten maken. Brood of zo. Ik denk dat ik tosti maak voor ze. Maar we gaan het zien. Het is Tita Tossie tijd. Zijn broers zijn al aan het eten. Die hebben het volgens mij ook al bijna op. Of in ieder geval, ze zijn aan een volgende stukje begonnen. Ik maak altijd een tossie en dan snij ik hem door de helft. En dan, dat is hoe hun het eten. Jordi maakt altijd stukjes. Omdat Jordi, als hij van een boterham af moet bijten of zo, dat kan hij gewoonweg niet. Dus... ja, het is hem veel te leren, maar dat is nog niet gelukt. En is niet erg. Hij propt zich eigenlijk ook gewoon helemaal vol als hij een volledige entree krijgt na zijn brood bijvoorbeeld. Dus ja, moeten we erbij zitten om hem het brood, fruit, avondeten te geven. Is niet erg, hè? Maar ik leer daar ook weer van. En wat ik ervan leer, en dit heeft me echt een tijd gekost om het te leren. Kijk, ik neem daar altijd de tijd voor en ik doe dat altijd met liefde. En hij hoort ook gewoon zijn eten binnen te krijgen en dat doe ik gewoon. Maar ik heb geen zitkont. Het liefste zou ik eigenlijk zeggen, ik zet het aan het aanrecht neer. En ik geef iedere keer een stukje en ondertussen ben ik 101 dingen aan het doen. Dat. Ik zeg ook vaak tegen mensen dat Jordi mij heel veel leert. En dan denk je bij je, wat leert hij jou dan? Geduld. Jordi leert mij geduld te hebben. En rustig te moeten zitten. Om bepaalde dingen te doen. Zoals bij wijze van spreken eten geven. Daar moet je geduld voor hebben. Daar moet je rust voor nemen. En dat zijn de dingen die hij mij leert. En soms duurt het een hele tijd. En dan moet ik zeggen, het is al een hele tijd geleden dat ik mij gefrustreerd voelde van... oh, dan moet ik weer met hem zitten. Dat heb ik nu niet meer. Hij heeft het mij wel geleerd. En... ik zeg ook heel vaak, mensen met een beperking kunnen je ook gewoon heel veel leren. Je moet ze alleen heel goed lezen. En dat lezen is vaak een dingetje. En dat is iets wat ik bij Jordi ben gaan doen. Want als ik heen en weer loop en hem elke keer een stukje geef, wordt Jordi ook heel erg zo. En dan wil hij eigenlijk niet meer eten. Dus dat is wat Jordi mij geleerd heeft. Rustig te gaan zitten, zodat
hij kan eten. En dan wil ik niet zeggen... Dan wil ik niet zeggen van... dat je iedereen bovenop zijn neus moet gaan zitten om ze te kunnen lezen. Maar als jij gewoon van een afstandje aan het kijken bent... en jij ziet hoe iemand reageert, of het nou een kind is of een volwassen persoon... dan... dan denk ik dat je daar heel veel van kan zien. Maar je moet er wel voor open voor staan. En dat is iets wat Jordi mij gewoon geleerd heeft. Jordi heeft mij heel veel geleerd. Heel veel geleerd. Dat is gewoon iets waar je open voor moet staan. En ik als moeder zijnde sta daar heel erg open voor. Want ik wil mijn kinderen verder helpen. Zo is het ook dat ik bijvoorbeeld Liam op een afstandje zit te bekijken van wat ben je aan het doen. En hoe ga jij daarmee om? En wat doe je? En wat wil je? Etcetera. Zo om hem te kunnen begrijpen. Maar dat doe ik ook bij Sam. En dat is iets wat heel veel geduld nodig, waar je heel veel geduld nodig voor hebt. En dat geduld, dat heb ik dus geleerd van Jordi. Ik weet niet hoe, maar hij wil daar niet weg. Dat kind slaapt. Dit kind heeft gepoept. Dus ja. Ik ga even luien verschonen. En eten maken, want het is etenstijd. Een hele goede middag. We gaan hem even zachter zetten. We zijn onderweg, want wat gaan we doen? Vakantie de rest van de week. Yay, tot zondag. Sammy slaapt. Daar hebben we iemand die op de tablet zit. Jordi zit ook op de tablet. En mama heeft er zin in. Yay. Weet je wat het is? Ik hou er niet van om alles in te moeten pakken. Maar we hebben een dakkoffer. Zo heet dat toch? Ja. Hebben we. En we hebben de hele auto volgepakt. En ja, we zijn onderweg. Ik ga niet vertellen waar we onderweg zijn, maar we zijn in ieder geval in Twente. In het oosten. Dus dat. En ja, als jullie dit zien, dan zijn we al lang weer terug. Dus ja, hè? Het is wat. Op de camping geweest. Niels is er moe van. Kindje ligt op bed. Morgen weer een dag.
We zitten voor de caravan. Jordi slaapt, zoals jullie zagen. En ja, voor de rest doen we het rustig aan. Dude. Waar is papa? Waar is je papa? Lia. Papa? Papa? Lia! Papa! Joef, hou op. Joef! Dude. Joef! Joef! Ja, die ziet een hondje. Lukt het nog eruit komen? Ja. Ik kan er ook doorheen hoor. Kun je er ook doorheen? Jij ook? Nee. Mama's vasthouden.